Hoi, leuk dat jullie kijken naar een nieuwe video van Hoefwijzer. Vandaag gaan we de proef die ik vorige week zondag heb gereden beoordelen en bekijken met z'n allen. Ik heb hier naast mij het blaadje waarop alle punten staan en de commentaar en zo. En dat ga ik met jullie allemaal bespreken terwijl we naar de proef kijken. Volgens mij heb ik dit al eerder gezien bij andere YouTubers. Ik weet niet precies wie, maar ik weet wel dat het goed werd ontvangen. Dus ik dacht, nou ja, het is toch ook leuk als ik even mijn proef ga bespreken met jullie. Dus ja, laten we maar beginnen. Oké, ik ga met jullie als een soort van voetbalcommentator een beetje bespreken wat ik allemaal zie. Nou, allereerst moest ik AX binnenkomen in arbeidsstraf. Op zich, volgens mij wende ik wel op tijd af. En bij X moest ik halt houden en groeten. Ja, hij ging... Ja, oké, hij stond niet helemaal vierkant of zo. Maar het is gelukkig een FNAS-wedstrijd. Dus daar zijn ze heel streng met dat soort dingen. Voor beide heb ik een 6 gekregen. Bij C voorwaarts in arbeidsstraf rechterhand, bedoel ik. Bij C mijn rechterhand. Daar heb ik een 5 voor gekregen. Heel jammer, was slingerend. Snap ik ook wel. BXE moest ik een S van hand veranderen. En daarbij doorzitten heb ik een 7 voor gekregen, jongens. Een 7. Ja, ik heb dit ook heel veel geoefend. Bij A volte 15 meter doorzitten had ik een 5. Omdat die te klein en niet rond was. Even kijken. Nou ja, dit is dan wel prima hoe ik hem nu rijd. Ik snap het op zich wel. Ik heb dit wel geoefend. Maar het was dus zo dat ik in de proef Odini niet aan de teugel kreeg. Maar daar vertel ik zo meer over. Van hand veranderen moest ik daarbij in middendraf. Volgens mij, ja, hij ging wel sneller gelukkig. Hij had wel grotere passen, kreeg ik een 6 voor. En bij C moest ik weer een kleine volte van 15 meter doen. En daarbij doorzitten heb ik ook een 5 voor gekregen, te klein. Heel jammer. Maar ik kwam ook niet goed uit bij de C. Nee, ik had er iets... Ja, nou ja. Maakt ook niet uit. Nou, bij BXM moest ik rechtsomkeerd en daarbij doorzitten. Heb ik een 7 voor gekregen. Ben ik heel blij mee. Heb ik ook opgeoefend. Nou, ja. Gaat prima. Odini is sowieso wel moeilijk met doorzitten. Even kijken, waar ben ik? C, arbeidsgalop links aanspringen. Daar heb ik volgens mij een 6 op gekregen. En bij EBE moest ik een grote volte doen. Daar heb ik ook een 6 voor gekregen. Staat verder geen commentaar bij. Maar ik kreeg Odini dus niet aan de teugel omdat hij heel sterk was. En ik had geen zin om een soort van gevecht aan te gaan in de ring. Ik heb liever dat ze... Dat ik niet sterk in de mond ben. Bij A moest ik in arbeidsstraf. Heb ik ook een 6 voor gekregen. Was ook niet heel netjes. BXF linksomkeerd doorzitten. En daarna moest ik ook blijven doorzitten. Hier heb ik ook een 7 voor gekregen. En voor de rest had ik allemaal 6. Ik weet niet of ik dat wel al had verteld. Dit is echt lastig, bedoel ik. Want je moet echt heel snel en veel praten. Nou, oké. Bij A arbeidsgalop rechts aanspringen. Ging, ja, daar heb ik een 6 voor gekregen. CXC grote volte. Dus ik moest daar even doorrijden. Zo. Ja, dat was volgens mij wel netjes. Want daar heb ik een 7 voor gekregen. Ik ging ook wel gewoon door tot de X. Ja. En hier kreeg ik hem wel een beetje aan teugel, zie ik. Heel, ja, een beetje. Genoeg. Nou, bij F arbeidsstraf en doorzitten. Die ging niet zo, ja, geweldig. Daar heb ik een 6 voor gekregen. Nee, ja, hij galoppeerde nog ietsjes te lang door. Dat was geen mooie overgang, jammer. Nou, bij E moest ik halt houden en 4 seconden stilstaan. Heb ik een 6 voor gekregen. Nou, even kijken. Ja, maakt ook niet uit. Voorwaarts in arbeidsstraf heb ik een 6 voor gekregen. C, een slangenvolte met 3 bogen. En daarbij staat dus dat ik het beter moest verdelen. En je moest zeg maar op de AC-lijn in arbeidsstap. En dan op de andere keer als je over de AC-lijn gaat, moest je weer in arbeidsstraf. En ik zie hier dat ik hem ook een beetje aan teugel krijg. Heel knap, want dat was echt heel sterk. Maar ik wilde dus, zoals ik net al een beetje zei, geen gevecht in de ring. Ik heb liever dat zij gewoon bij mijn... bij handhouding van de ruiten en dat soort dingen, juist uit teugelhulp, gewoon een 7 neerzetten in plaats van dadelijk een 4, omdat ik allemaal probeerde naar beneden te halen. Oké, waar ben ik?
Ik moest hier een soort van afwenden en dan naar links toe in een volte. Ik heb daarvoor een 6 gekregen en een 7. En bij A moest ik afwenden en doorzitten. Nou, dat komt zo, want de proef is alweer bijna voorbij. En het is dus zo, ik heb altijd al moeite gehad met van A naar X rijden. Ik krijg het nooit recht. Ik heb hiervoor ook een 5 gekregen, omdat er staat naast de AC-lijn. Begrijp ik heel goed. En bij G moest ik halt houden en groeten. Daar heb ik een 6 voor gekregen. Maar ik weet dat het was sowieso een beetje naast. Ik had ietsjes door mogen rijden. En hij blijft ook niet heel netjes stilstaan. Dat is wel jammer. Maar ik vind het al knap dat ik sowieso 2 keer heb gegroet in de hele proef. Want dat ben ik ook een paar keer eens vergeten. En voor de rest heb ik wel allemaal 6's en 7's gekregen. En het staat op het einde ook leuke proef. En ik had in totaal voor deze F9 proef 219 punten. Dus ik had 9 punten meer gehaald dan nodig was eigenlijk. Dus ik heb hem gewoon gehaald. Ja, dit was het al een beetje. Dit ging heel snel. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Vergeet dan zeker geen duimpje omhoog te doen en te abonneren als je dat nog niet hebt gedaan. En dan tot de volgende keer. Doei doei!